Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en ik ben een keer niet begonnen op maandag, maar ook niet op dinsdag. Ik dacht, ik ga vandaag gewoon beginnen met vloggen, omdat ik gisteren de hele dag in bed heb gelegen en ik voelde me echt zwaar ziek. Dus het voelde me ook niet echt nog 100%, maar vandaag heb ik wel een hele leuke dag. Ik heb na 5 weken weer afgesproken met Jamira. Ja, ze komt weer in de vlog. Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 10:10. We hebben om 10:45 afgesproken op Rotterdam. Oh, mijn camera doet weer even securen. En het regent buiten, dus ik moet even kijken wat ik ga aandoen. En jullie zien dat nu. En dit is dan de outfit geworden. Dit leren jasje van Pooh & Bear. Mijn sweater met London Oxford Street van de Zara. Mijn broek ook van Zara en mijn Adidasjes. En ik ben nu ready to go. Lekker aan het lunchen. Ik heb een croque monsieur en een ijskoffie. En Jamie heeft precies hetzelfde. En hoe awesome is haar bril? Net gekocht. En ze heeft ook hetzelfde. En ik ben eindelijk geslaagd bij mijn Pooh & Bear. En ik heb maat S, dus ik ben blij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en vandaag heb ik een hele leuke dag voor de boeg, want mijn, de Karel's moeder is vandaag jarig. Mijn nichtje is vandaag jarig en vanavond komt Ines weer slapen, want morgen gaan we heel cool, gaan we naar de seniorsessie van Be Brave bij de Belmer Arena. Dus dat is wel chill. Ik zit nog gewoon nu in mijn fancy pyjama. Ik heb dit shirt heb ik al fucking lang. Deze heb ik ooit een keer gekocht bij de Primark voor meer iets van 5 euro. En mijn Nike broek. En ik weet nog niet wat ik ga aantrekken. Maar ik wil jullie wel wat laten zien. Ik heb gisteren namelijk een nieuwe trui ontvangen. En dat is deze. Die laat ik jullie nu zien. Hij is heel erg leuk. En ik heb dus maat S. Want ja, dit was de enige maat nog. En ik dacht, nou weet je wat, ik probeer het gewoon. En hij paste, dus. En hij zat gewoon helemaal goed bij mijn buik. Want ja, weet je, ik zoek best wel truien, zeg maar, die een beetje aansluiten op mijn lijf, zeg maar. En niet te strak, niet te ding, weet je, whatever. Maar ik laat het jullie nu zien. Oké, dit is de trui. Hij is een beetje zo'n roze, maar ik vind dat wel weer leuk, want dan heb ik weer wat kleur in mijn kast. Daar staat S91 op. En deze was eerst 19,99 en nu 7,99 euro. En hij is wat kort, maar ik ga hem nu even voor jullie aantrekken, want dan kunnen jullie het zien. Leuk toch, dit shirt? Ik ga hem even aan, at the moment. Maar ik ga hem zo even klaarmaken, want over een uurtje ga ik weg naar mijn oma in Rotterdam. En ik weet nog niet wat ik ga aandoen, maar laat ook even weten in de comments wat jouw favoriete kledingstuk is. Ik heb super zin in morgen. Want morgen ga ik om 9 uur al naar, ben ik daar al tot een uurtje of 8 uur 's avonds. Ben ik in Amsterdam. Super leuk. En zaterdag was eigenlijk het plan om naar de Kennel Parade te gaan in Amsterdam. Maar we gaan waarschijnlijk niet. Dit is de outfit. Sweater Zara. Jasje Pooh & Bear. Broek Zara. En schoenen Adidas. Oké, ik zit dus nu in de auto en we zijn aan het wachten op mijn moeder en mijn stiefvader. Die zijn even bij mijn tante gegaan. En ondertussen ben ik de video van Marije Zuurveld aan het kijken. En ze heeft de video geüpload, de beauty guri uithangen. Dus ik zal deze netjes niet aan het trekken. Ja, weet je, dat zijn kleren die je niet ziet. En Quinty is nu aan het Snapchat vloggen. Hier voor me. Dus, ik ga even de video afkijken en ik zie jullie zo weer. Donker. Maar at the moment ben ik met Ientje. En wat zijn we aan het doen, Ient?
Karaoke. En wat zijn, waar, en we hebben ons opgegeven voor de BFF quiz. En bij de BFF quiz moeten we ook zingen. Wat? Grapje. En we gaan nu gaan we een liedje doen. En One Call Away. Oké, okay, we gaan nu All of Me, John Lennon en Karaoke duet. En dat ik ga dat filmen. Nee! Joke. And where I go. Ik kan niet zien naar jou. Goedemorgen, wat leuk dat je nog steeds kijkt naar de weekvlog. Het is vandaag vrijdag, het is 5:08. En ik zit in de trein met Ian. En Ian drinkt hier een koffietje. Ja. Hoe duur was het? 1,50. Alleen maar omdat ze extra karamel wilden. Nee, met een broodje. Anders was het 2,80. Oké, okay. Ik ga lekker even wat drinken. En het is wel heel erg wachten, want het is al moe. Het is 5:08. Ik ben nog niet wakker. Dus wat ik vandaag ga doen trouwens in Amsterdam, dat heb ik niet helemaal gesteld. Nee, is het erger. Ik ga vandaag naar Amsterdam toe. Naar Belma Arena. Want vandaag gaan we naar. Zie je hoe chagrijnig, Jamie? We gaan vandaag dus naar de signeersessie van Be Brave. En daar hebben we super veel zin in. Yay. Ik ben zo moe. Hé, hey, feestje als je. Wie wil er weer terug naar bed? Ik. Nou, we zien jullie zo weer. Lara, wat heb je net gekocht? Ze heeft net parfum gekocht. Ze heeft deze dan in 10 ml. En nu is ze fucking 200. En we hebben ook. Net, we zijn net naar de signeersessie gegaan. Of signeer, daar moeten we heen. Maar we hebben dit. Dit is een schatje als dit opstaat. Een toegangsticket heb ik. En een EP. Dat ook een parfum gekocht. En die was. Hier. Ja, 10 euro. Had ik vorig jaar gekocht. En die is nu. Ik ga gewoon de hele toilet op. Oké, doei. Zwaai eens. Dikke jaar. Nou, we zijn dus herenigd. Ik krijg een geile account. Jij gaat niet begrijpen van mijn life. Ik ben rustig aan het trappen, maar van mijn blijven. En trouwens, we zitten hier lekker in het zonnetje. Bij met. Loontje. Nog steeds met Kiaar. Zwaai eens. Lekker kon je het wel. En hoe heet jij? Kamenne. Hoe? Kamenne. Oh. Hi. En we zitten hier te wachten op. Oké, okay, alleen zij is geen fan. Hey, nee. Oh, nee. En we zijn aan het wachten en we moeten nog 11 uur. Ja, dus let's go.
film. En twee, kijk uit mijn vlogs. En like en deel. Doei!